In de bus van Bussum naar Naarden, voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Kijk ik mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. Wat hebben de Almelopers met de Almelo Allee te maken? Almelopers zijn al vanaf het begin betrokken bij Almelo Allee, doordat ze wat vrijwilligerswerk doen in de organisatie van het hardloopevenement op de dag zelf. Dat was in eerste instantie redelijk vrijblijvend. We hebben nu met het bestuur van de Almelo Allee afgesproken dat de Almelopers zich wat permanenter en langduriger aan de Almelo Allee gaan verbinden. En tegelijkertijd, en dat was voor ons belangrijk, hebben we daarbij de afspraak gemaakt dat het goede doel waar de Almelo Allee een deel van de opbrengst wat zij genereren aan schenkt in Almelo wordt besteed aan een goed doel waar ook de Almelopers zich druk voor maken. En dat is een doel wat zich bezighoudt met de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. En heel specifiek wordt dat het op te richten inloophuis voor kankerpatiënten. Volgens mij zitten ze op dit moment zo'n beetje op het punt dat ze vrijwilligers moeten gaan werven en dat de zaak moet worden ingericht. Het wordt ingericht in het ziekenhuis in Almelo. En ik denk dat het in de loop van dit jaar geopend gaat worden. En de Almelopers en de Almelo Allee werken daar dus samen aan? Ja, we proberen allebei onze schouders daaronder te zetten om dat initiatief van de grond te krijgen en ook daadwerkelijk aan het draaien te krijgen. Mooi. Ik ben commercieel manager bij Sintes en ik ben ook verbonden aan Almelopers. Ik ben hardloper. Ik heb de tocht 4 keer gelopen en ik ben 1 keer teamcaptain geweest van de Almelopers. Wat heeft Sintes hiermee te maken? Nou, Sintes gaat dit jaar een bus ter beschikking stellen voor de wandeltocht. Almelo heeft een fantastisch buitengebied. Er is een hele mooie wandeltocht uitgezet. En die wandeltocht die gaat gemaakt worden. Doordat wij de bus inzetten, kunnen mensen wat verder. Kan de cirkel wat groter gemaakt worden. En kunnen de mensen dan teruglopen. En anders dan zou de route gewoon beperkt zijn rondom Almelo. En mensen kunnen nu gewoon meer zien van het mooie buitengebied van Almelo. Ik heb een instapkaart voor jullie tweeën en die mag je aan iemand geven dat je denkt van, nou die zou ik graag willen motiveren om te gaan wandelen of die mag dan gratis meedoen en als reclame. Wie wil jij aanmoedigen om met de Almelo Allee op 24 september mee te lopen? Nou, dan geef ik Menno Aalvink op. Menno Aalvink is de vestigingsmanager van Sintes hier. Menno heeft er ook voor gezorgd dat alles goed komt en dat de bus straks ter beschikking staat. Menno die kan nog wel wat beweging gebruiken. En we gaan Menno dat geven. En dus ik daag Menno bij deze uit om mee te doen aan de Almelo Allee en om de wandeltocht te gaan doen.